Midden in ons museum staat het grote schilderij van de Slag bij Quatre Bras van Jan-Willem Pieneman. Het lijkt misschien alsof het er altijd al gestaan heeft, maar niets is minder waar. Het schilderij stond altijd in Paleis Soestdijk. Om het hier in Soesterberg te kunnen presenteren, was een unieke, maandenlange operatie nodig. We zijn hier op een heel bijzondere plek, vlakbij Soesterberg. Op deze plek heeft koningin Juliana gewoond met prins Bernhard. We zijn op Paleis Soestdijk. En als het goed is, kunnen we naar binnen. Daar zijn ze, koningin Juliana en prins Bernhard. Maar we komen natuurlijk niet voor hun. We komen voor een heel bijzonder schilderij. Dat schilderij dat gaan wij namelijk als museum in bruikleen krijgen. Dat betekent dat hij naar Soesterberg toe komt en daar zijn we heel blij mee, want het is een schilderij over een veldslag. De slag bij Quatre Bras. En dit is hem dan dus. Het schilderij van de slag bij Quatre Bras. En hij is enorm, moet je kijken man. Hij is 1,04 meter hoog geloof ik. Prins van Oranje, soldaten, militairen, een trom. Ja, waanzinnig schilderij. En ik heb hier een afspraak met iemand die alles van het schilderij weet, toch? Nou ja, alles. Een heleboel in ieder geval. Kunt u jezelf voorstellen? Claudia Hurst, ik ben directeur van de Koninklijke Verzamelingen. En wij beheren de kunst, de bibliotheek, de archieven van de koning. En we stellen de paleizen open voor het publiek. Dus de Koninklijke Verzamelingen is ook de eigenaar of beheerder van dit schilderij? Ja, de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau is de volle naam. Maar ja, de Koninklijke Verzamelingen beheren het. Dit schilderij komt natuurlijk naar het Nationaal Militair Museum. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Maar waarom is dat? Ja, helaas moeten alle werken die bij ons in beheer zijn hier uit Soestdijk. Hier wordt verbouwd natuurlijk op een gegeven moment. En wij waren al lang op zoek naar een mooie bestemming. En wat zou mooier kunnen zijn dan het Nationaal Militair Museum? Want daar kan het door enorm veel mensen gezien worden. Daar is ook de ruimte voor zo'n groot werk. En inhoudelijk zou het niet passender kunnen zijn. Want het is een van de meest belangrijke veldslagen van Nederland die hier afgebeeld zijn. En het is een schilderij wat echt tot de verbeelding spreekt en wat ook de allerlei verschillende spelers introduceert en verhalen vertelt. Want klopt het nou dat dit schilderij speciaal gemaakt is voor deze ruimte? Nou ja, in ieder geval, de ruimte was er al eerder. Hè? Maar in ieder geval is het zo dat het schilderij gelijk hier geplaatst werd. Het heeft nooit ergens anders gehangen. En het hoort hier echt bij het geheel. Als we naar boven kijken, zien we ook Quatre Bras, letterlijk vier armen, aan het plafond staan. Er is echt sprake van een geheel hier. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, er is geen betere plek voor dit schilderij dan hier. Maar ja, als hier een verbouwing gaande is, dan moet het natuurlijk ergens anders naartoe. En het Nationaal Militair Museum is daar echt de beste plek voor. De slag bij Quatre Bras vond plaats op 16 juni 1815, 2 dagen voor de slag bij Waterloo. Hoofdpersoon op het doek is de Prins van Oranje, de latere koning Willem II. Voor zijn heldenmoed bij Quatre Bras en bij Waterloo kreeg hij Paleis Soestdijk cadeau. En het schilderij waar hij zo heldhaftig op staat, werd speciaal voor dit paleis gemaakt. Het past precies in de muur van de ruimte die helemaal aan de veldslagen werd gewijd. En sinds het schilderij daar is geplaatst, 200 jaar geleden, is het er nog nooit weg geweest. Tot nu. Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen in de voorbereiding van het uithuizen van het schilderij, zoals dat heet. Hier staat Aida. Aida is de projectleider van dit hele project, dus laten we eens met haar gaan praten. Aida, hi. Jij bent projectleider. Dit is volgens mij een gigantisch project. Wanneer is dit ongeveer begonnen? Het is eigenlijk al een paar jaar bezig. Zo'n project doe je niet natuurlijk in een paar dagen regelen. Het begint eerst met gesprekken. Langzaam maar zeker wordt er toenadering gezocht en komen we tot een afspraak. Wat doen we wel, wat doen we niet? Het moet gerestaureerd. Wie gaat dat doen? Hoe gaan we dat doen? Het moet uitgehuisd. Nou, zoals je ziet is dat ook een vrij heftig geheel.
Dit is misschien wel het spannendste moment van het hele project. Hij wordt van de muur afgehaald. Hoe gaat het? Ik heb het er helemaal warm van. Vooralsnog gaat het goed, maar hij zit een klein beetje klem. Hij zit er natuurlijk echt al heel lang in. Fingers crossed. Volgens mij gaat hij. Ja, je komt. Het schilderij is net van de muur gekomen en Basja, de restaurator, is aan het kijken. Basja, ja. Hoe ziet het eruit? Ja, het ziet er heel goed uit aan de achterkant. Dus we hebben een heel stevige spieraam. En het is ook minder vies en vuil aan de achterkant dan we hadden verwacht. En dat heeft daarmee te maken dat de muur met hout is bekleed. De volgende stap is dat het schilderij op de grond wordt gelegd met het gezicht naar beneden. Nou, Aida, hij ligt. Hij kwam net met best wel een vaart naar beneden. Hoe heb jij staan kijken? Met ingehouden adem, maar het is goed gegaan. En hoe voelt het nu? Opgelucht, op naar de volgende stap, die ook weer spannend is. Het spieraam moet eruit en er zitten heel veel spijkers in. Die moeten er allemaal uit. Er is speciaal voor dit schilderij een transportbok gemaakt. Daar is het schilderij overheen gelegd. Ja, dit is echt een van de raarste dingen die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ze zijn met z'n achten aan het feunen om de verf en het doek soepel te houden. En ze trekken hem als het ware tegelijkertijd onder de bok door en over de bok heen. Zodat de verflaag weer aan de buitenkant zit. En het doek zonder vouwen of plooien helemaal mooi getransporteerd kan worden. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Het was even spannend, maar het is gelukkig goed gegaan. We waren met genoeg mensen en genoeg feuns. Maar het is wel een opluchting dat hij erop zit, ja. We zijn met de vrachtwagen aangekomen bij het Nationaal Militair Museum. John, je bent de directeur van het museum. Hoe kijk jij naar deze dag? Ja, dit is een heel bijzondere dag. Echt, toen ik in het begin van dit jaar hoorde dat er een kans was dat wij iets zouden kunnen doen met dit schilderij, heb ik dat met beide handen aangegrepen. En met z'n allen hebben we toen een plan gemaakt om dit geweldige schilderij naar dit museum te krijgen. Ik kijk vooral uit naar hoe dat schilderij tot leven gaat komen na de restauratie. Dat het echt tot ons gaat komen, dat als je ervoor staat dat je een echt onderdeel gaat uitmaken van die slag. En dat midden in dat fantastische museum, dat is natuurlijk wat we het liefst willen. Basja, de bok staat in het museum met het schilderij. Wat gaat er nu gebeuren? De bedoeling is nu dat het schilderij wat erop hangt op de grond komt te liggen. Dus we gaan met z'n allen het doek van de bok trekken en met zijn gezicht naar beneden op de grond leggen. Het schilderij staat. Wat is nu het eerstvolgende wat gaat gebeuren? Ze gaan nu het vernis eraf halen en dat is lastig, want we hebben al gezien dat het vernis op de ene plek dunner is aangebracht en op de andere plek dikker. En dat moet heel gelijkmatig eraf komen, zodanig dat je niet de verf aantast. Dus dat is gewoon een lastig klusje in dit geval, vooral ook omdat het zo groot is. En als dat gebeurd is, dan kunnen we goed zien wat de staat van verf zelf is en wat geretoucheerd moet worden en zo. En vanaf daar kunnen we verder plannen. Maar eerst is het tijd om de komst van het schilderij bekend te maken op een persconferentie. De directeur van het museum, John Simonsbergen, en de directeur van de Koninklijke Verzamelingen, Claudia Hurster, lichten de komst toe. Projectleider Aida te Voort en restaurator Nico van der Woude leggen uit welke speciale uitdagingen er zijn. En dan wordt het schilderij onthuld. 1, 2, 3. De restauratie wordt uitgevoerd door Schral uit Maastricht. Ze zijn hiervoor 3 dagen per week in het museum aanwezig. Ik zit hier naast Marjolein, een van de restauratoren. En Marjolein, de restauratie is een enorm proces. In welke stappen kun je dat verdelen? Nou, de restauratie van het schilderij van Pieneman begon eigenlijk hier in het museum met het afhalen van het vernis. Dus eerst maken we het schilderij schoon. Dat is gewoon het vuil en het stof wat we ervan afhalen.
En dan gaan we de vernis eraf halen omdat die over de jaren heen verkleurd is. Dus gelig was geworden, een beetje donker. En ook een beetje opgebroken was, waardoor die niet mooi meer transparant was. Dus stap 1 is het weghalen van de vernis. En dan wat is dan stap 2? Nou, als de vernis er helemaal vanaf is en ook alle materialen die er niet horen, die we graag willen verwijderen, verwijderd zijn. Dan houden we dus eigenlijk een kale olieverflaag over. En die zal wel weer opnieuw verzadigd moeten worden. Anders krijg je de kleuren nooit meer zo helder en verzadigd zoals ze horen. Dus wat we dan doen is een nieuwe vernis aanbrengen. Deze is een stuk transparanter. Die is niet zo geel als degene die we er natuurlijk af hebben gehaald. En die zal ook veel langer transparant blijven. Dit zijn synthetische vernissen. Die kunnen we heel mooi heel dun aanbrengen. Waardoor de kleuren weer helemaal gaan stralen en diepte krijgen. Maar wel gewoon hun eigen kleur behouden. En ik zag dat er ook op een paar plekken de verf een beetje beschadigd is. Of dat er een beschadiging in het doek zit. Wanneer ga je dat dan aanpassen? We maken dus eerst het schilderij schoon en als dan een nieuwe vernis is aangebracht, dan kunnen we ook goed zien waar die schades zitten en dan gaan we kijken waar dat dan nodig is. En dan gaan we heel lokaal, alleen waar de schades zijn, retouches aanbrengen. Dus dat is met een verf die we ook zelf maken van diezelfde stabiele synthetische vernissen. En daarmee kunnen we dan precies de schades opvullen en bijwerken, zodat die niet meer zichtbaar zijn en dat het geheel weer mooi te aanschouwen is. En dan stap 3? Als dan alle retouches zijn aangebracht en de schades zijn weggewerkt, dan wordt er ook weer een vernis aangebracht om het geheel te egaliseren. En dat betekent gewoon dat alles weer één mooi geheel is, omdat je toch verschillende materialen hebt toegevoegd met de retouches. En dan moet het weer één mooi geheel worden door er een heel laatste dun laag vernis aan te brengen. En dan is er nieuws. Er is iets teruggevonden op het schilderij. We zitten voor een hoekje van het schilderij, helemaal rechtsonder, met John Simonsbergen, de directeur, want er is een ontdekking. Ja, het schilderij zit vol ontdekkingen. En we weten waar we naar moeten zoeken, omdat er in 1818, echt een maand of anderhalve maand na het voltooien van het schilderij, een publicatie is geweest met de hele beschrijving van het schilderij. Dus we weten waar we naar moeten zoeken, alleen omdat het schilderij zo vuil is, konden we het niet vinden. Langzamerhand ontdekken we steeds meer en we hebben nu ontdekt dat er ergens op het schilderij een brief is. En we weten waar die is. Nou, vertel, want ik zie geen brief. Als je goed kijkt zie je een hand van een gesneuvelde soldaat hier. En hier, heel vaag, zie je wat letters staan. Dat is de brief. En die brief die gaan we nu naar voren halen, zodat we ook kunnen lezen ongeveer wat er op die brief staat. Dus dat is natuurlijk een hele spannende ontdekking. Oké, John, nou, het gaat nu gebeuren. We gaan een stukje zien. Wat gaat er precies gebeuren? Je gaat nu het effect zien als het net zoals dat het schilderij klaar is. Dus je krijgt eigenlijk dat de wat er geschilderd is, dat gaat nu naar voren komen. En dat gebeurt door een middeltje, waardoor de verf wordt eigenlijk verzadigd. En daardoor gaat die opglansen. En daardoor zie je wat eronder staat. Kijk, je ziet de letters naar voren komen, zie je? Wat enorm verschil maakt dat, zeg. Ja, en dit is ook het effect wat je gaat zien voor het hele schilderij. Hè? Dus het wordt een prachtig, alle geheimen komen uit het schilderij. En we weten ook uit de beschrijving dat dit waarschijnlijk dus een belofte is aan de soldaten van Napoleon. Van jongens, wat we gaan doen is, we gaan oprukken naar Brussel. En jullie zullen daar je logement krijgen en je eten. Dus dat is de belofte. Als we goed oprukken, dan komen we daar nog binnen een 2 dagen aan. Maar we weten natuurlijk, dat is niet gebeurd door de Nederlanders. Ze zijn er nooit gekomen. Nee, de Nederlanders hebben ze tegengehouden. En Napoleon en zijn troepen waren dus eigenlijk te laat. En de slag bij Waterloo was zijn einde. Als onderdeel van het project gaat een delegatie van het museum naar het originele slagveld. Historicus Korstiaan de Haan neemt ons mee naar Waterloo en Quatre Bras. Wij staan op een bijzondere plek bij de hoeve Gémionnecourt in vlak ten zuiden van Quatre Bras. Wat op 16 juni 1815 het toneel was van een felle strijd tussen aanvankelijk Fransen en Nederlanders. En later ook de Britten die daarbij, en de Brunswijkers die daarbij betrokken raakten. Het kruispunt Quatre Bras ligt ongeveer een kleine 800 meter hier vandaan. Pieneman heeft getracht om een van de belangrijkste punten uit de slag, namelijk de charge onder leiding van de Prins van Oranje, in beeld te brengen. En zeer waarschijnlijk is dat op deze locatie dat in beeld gebracht. We kunnen dat afleiden aan het feit dat de gebouwen van
Quatre Bras, die hier op de achtergrond te zien zijn, wat we hier ook op de kaart zien. Daar de kruising met Quatre Bras, hier Gémignoncourt. Dat lijkt heel erg veel op de situatie die Pineman in beeld gebracht heeft. Namelijk een hogere rand waar bebouwing op te zien is. Dat is heel duidelijk op het schilderij, komt dat terug. De actie die Pineman in beeld heeft gebracht speelt zich duidelijk op een lager terreindeel af. Dan zou dit de plek moeten zijn die Pineman op het schilderij laat zien. Ondertussen wordt er in het museum hard doorgewerkt om de restauratie op tijd af te krijgen. Vandaag is een speciale dag. Het is zondagmiddag in januari. Het museum is net gesloten, want er gaat de komende 24 uur iets bijzonders gebeuren. Maar waarom moet het eigenlijk gebeuren nu het museum dicht is, Marjolein? Nou, we gaan straks de eerste vernis aanbrengen. En vernissen die lossen wij op in chemische oplosmiddelen. En die zijn niet zo heel gezond. Dus we gaan met z'n allen straks goed beschermd bezig als we het schilderij gaan vernissen. Dus het is zulk giftig spul dat je dat niet in mag ademen? Ja, dat klopt. En wij zijn dan de enigen die er heel dichtbij komen. En het is niet dat je daar nou meteen van neervalt. Maar het is altijd gezonder om je gewoon zo goed mogelijk te beschermen. En er zit gewoon altijd iets in om de vernis mooi te kunnen oplossen. En hoe wordt dat vernis opgebracht? We gaan de eerste vernissen kwasten. Dus we gaan nu met een kwast twee laagjes aanbrengen. Om vooral de onderkant van het schilderij even goed te verzadigen. Want na het afnemen van de vernis is die verflaag een beetje dof geworden. En als we dan weer een nieuwe vernis op gaan brengen, dan krijgt dat weer mooie diepte en de glans terug die hoort bij het schilderij. En jullie doen alleen de onderkant, maar niet de bovenkant. Waarom is dat? Ja, bij deze tussenvernis kiezen we ervoor om alleen de onderkant te doen. Dat komt omdat de bovenkant heeft eigenlijk al genoeg verzadiging van zichzelf. Dus daar is de verf eigenlijk vetter van zichzelf al. Dus die heeft een mooie glans. En heeft eigenlijk dus niet een extra vernis nodig om mooie diepte te krijgen. En daarnaast zijn er eigenlijk ook geen schades in de bovenkant. Dus we hoeven daar ook niet te retoucheren. En in principe gebruiken we altijd een vernis voordat we gaan retoucheren. Een van de hoofdrolspelers op het schilderij blijkt nog te bestaan. En die zoeken we op in Den Haag. We zijn vandaag op een heel bijzondere plek. Namelijk het Koninklijk Staldepartement van Paleis Noordeinde in Den Haag. Hier worden alle koetsen van het Koninklijk Huis bewaard. En de paarden en de auto's. Ze zijn zich nu ook aan het voorbereiden op een bijzondere ceremonie in Den Haag. En wij gaan op zoek naar een paard hier. Laat ik zeggen, het rustigste paard van stal. En hier is het paard. Hij staat in de tuigkamer. En ik sta hier naast de stalmeester van Zijne Majesteit de Koning. Dan met u. Wat doet een stalmeester precies? Stalmeester is verantwoordelijk voor alle transport van leden van het Koninklijk Huis. En ook de mensen die bij de dienst Koninklijk Huis werken. De breedste zin van het woord, paard en koets. Maar ook de dienstauto's van de koning, koningin en prinses Beatrix. Maar we plannen ook de vliegbewegingen, dus ook voor een staatsbezoek. Een heleboel. En u heeft dus ook een opgezet paard. En waarom heeft u ons uitgenodigd om hier naar te komen kijken? Nou ja, dit is dus Wexy, het paard van de prins van Oranje, de latere koning Willem II. Die bij Quatre Bras en bij Waterloo heeft gevochten. En dat is dit paard. Dat is, dit is het paard wat ook bij ons in het museum op het schilderij staat? Ja, dat is het paard, Wexy. Dit is het paard dat in 1815 op de slagvelden is geweest? Inderdaad, 18 juni 1815, eerst bij Quatre Bras en later op Waterloo. En daar is hij ook gewond geraakt. Maar dit is inderdaad het paard wat koning Willem II op het slagveld heeft gedragen, zoals we dat zeggen. En als commandopaard heeft rondgereden. Hoe kan het dat zo'n paard bewaard is gebleven? Nou, dat was in die tijd heel bijzonder. Koning Willem II vond het een van zijn belangrijkste paarden die hij had, waar hij ooit op gereden heeft. Logisch, want hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt op de slagvelden. Hij staat hier al een hele tijd en hij is de laatste jaren hier in de tuigkamer van het Koninklijk Staldepartement. En heeft Willem II hem dan laten opzetten, soort van voor zichzelf of ook nog om een soort bredere boodschap te geven ofzo? Nou, ik denk dat het tweeledig is. Allereerst natuurlijk omdat hij een hele goede band had met dit paard. Omdat het hem hele goede dienst heeft bewezen tijdens de slagen Quatre Bras en op Waterloo. Maar daarnaast is het ook wel iets van, dit heeft ook een beeld naar buiten toe. En is iets van belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eigenlijk net als het schilderij bij ons in het museum, dat het een helder rol was bij de veldslagen. Ja, inderdaad. En dat natuurlijk dan gewoon het paard ook wat op dat schilderij stond, dat het ook gewoon zichtbaar nog ergens staat. En is dit dan die plek waar die wond is? Ja, uit de overlevering ook van mijn voorganger is dit de plek waar hij gewond is geraakt. En misschien ook wel interessant om te laten zien dat je ziet hier een maarschalkstaaf op het dek. En die zie je ook meerdere keren terug, die zie je hierbovenop, ook maar aan de voorkant. Ten teken van het feit dat hij opperbevelhebber was van de Nederlandse troep. Allemaal details die nog origineel zitten uit 1815.
In maart wordt er een muzikale ode aan het schilderij gebracht. Welkom op de opening van de Nacht van de Militaire Muziek. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelt een muziekstuk dat speciaal voor het schilderij is gecomponeerd. Een acteur kruipt in de rol van Pieneman en zet het verhaal nog extra kracht bij. Vanavond is het eindelijk zover. De grote onthulling van het gerestaureerde schilderij van de Slag bij Quatre Bras en de opening van deze kleine tentoonstelling die we erbij gemaakt hebben. Aida, wat kan je ons vertellen over deze objecten die hier staan? Ja, die objecten die zijn allemaal te zien op het schilderij en dat maakt het zo uniek. Bijvoorbeeld dit jasje hier achter mij. Dat is het jasje, exact het jasje wat de prins op het schilderij draagt. Het is natuurlijk super gaaf dat je dat gewoon één op één ziet. Als je aan deze kant van het podium staat, dan kijk je, zal maar zeggen, door de objecten die je daar ziet heen naar het schilderij. En zo'n kanon bijvoorbeeld wat schuin op het schilderij staat, staat ook schuin op het podium, waardoor die beleving nog mooier wordt, vind ik. Dus eigenlijk hebben de objecten dezelfde positie die ze ook op het doek hebben? Zoveel mogelijk, kan natuurlijk niet helemaal, maar ja. Dezelfde dynamiek, ja. En we zitten nu ongeveer 20 minuten voor de grote opening. Hoe voel je je? Blij, vooral. Ja, ik ben blij dat het af is, dat het geslaagd is. En nu geven we het aan de wereld, zou ik maar zeggen. Het schilderij heeft dus, na 200 jaar van rust, nogal wat meegemaakt in het afgelopen jaar. Maar nu staat het in volle glorie op zijn nieuwe plek, midden in het Nationaal Militair Museum. En daar mag het weer jarenlang staan. En iedereen kan hem van dichtbij komen bewonderen.